En dan kom ik gelijk eigenlijk bij het beeld dat Jesaja geeft, gemeente. Hij zegt, ze zullen zijn als wilgen aan de waterbeken. Hij zegt, zo zullen die christenen zijn, als wilgen. Nou, we weten allemaal wat een wilg doet. En de wilg die hier bedoeld wordt, gemeente, is een familie, is familie van onze wilgen. Is ook een snel groeiende boom. Onze wilgen groeien heel snel. Als wij een wilgentak in de grond zetten, nou, in no time komen de worteltjes aan. En als je 2 jaar later komt kijken, of zelfs al 1 jaar later, dan staat er gewoon een complete wilg al. Ja, nog niet zo'n hele grote natuurlijk, maar toch al een wilgenboompje. Zo snel gaat dat. Vanwege die vruchtbaarheid, vanwege het water dat er is. Als wilgen aan de waterbeken. 2 dingen daar nog over, gemeente, en dan gaan we eindigen. Die vruchtbaarheid, die wilgen die zijn bruikbaar. Dat zijn mensen, ja, die worden ergens voor geschikt gemaakt. God wil ons geschikt maken voor zijn dienst, voor zijn koninkrijk. Wilgen, takken zijn bruikbaar. Daar werden vroeger veel manden van gemaakt. En soms afrasteringen en matten en noem maar op. Wilgen zijn bruikbaar. De Heer zegt, dan word je nuttig voor mij. Net als Marcus. Dat was in Paulus, hij is mij zeer tot nut. Maar hoe kunnen we tot nut zijn? En hoe kunnen we zo gemeente ook toenemen, opwassen, groeien, zoals dat hier gezegd wordt? Ja, hoe kan dat? Welk beeld geeft dan Jesaja? Waterbeken. Hij zei, dan moet je aan de waterbeken staan. En wat zijn de waterbeken? Nou, gemeente, leest u de evangelische Jesaja van Hellenbroek er maar eens op na. Hellenbroek zegt, die waterbeken, dat zijn Gods inzettingen. De waterbeken. Die zijn uitwendig en inwendig. Uitwendig in de zin van het woord dat de Heer geeft. Het luisteren naar de preken. De sacramenten. Het gebedsleven. De huisgodsdienst. Dat zijn allemaal waterbeken. En dat we zo bezig mogen zijn met de Heer. Met wat Hij ons geeft. Om zo te kunnen groeien. Hij zegt, er is ook een innerlijke waterbeek. En dat is dat innerlijke werk van God de Vader, van God de Zoon en van God de Heilige Geest in je binnenste. Wilt u dus als die wilgen zijn? Wilt u zijn als zo'n stroompje? Zo'n vertakking? Wat moet ik dan doen? Dicht bij de Heer Jezus zijn. Amen.